Amandelbroodjes kun je kopen bij vrijwel elke bakker, want ze zijn verrassend makkelijk zelf te maken, vooral als je nog wat amandelspijs in de koelkast hebt liggen. Je begint met het ontdooien van de bladerdeeg en de zijkanten maak je daarvan nat. Dan rol je staven van het amandelspijs, dat leg je in het bladerdeeg, iets uit het midden. Vervolgens klap je dat dicht en je drukt met een vork de zijkanten licht aan. Vervolgens besprenkel je het bakplaat en de broodjes met water, dat voorkomt dat het gaat uitdrogen. En je smeert er losgeklopt eigeel overheen voor de goudbruine kleur. Strooit de kristalsuiker over en je bakt ze af op 20 minuten op 200 graden.